Keramiek is zeer zuur en vlekbestendig. Door zijn gesloten structuur kunnen de zuren niet binnendringen en het steen aantasten. Om dit te bewijzen kan ik een citroen doorsnijden, uitpersen op het werkblad en zo zullen we zien dat er niets aan het werkblad aankomt. We doen nu hetzelfde met de tomaat, wat op zich ook een zeer zuur product is. Ook vetten zijn gekend als de grootste vlekmakers. Ook agressieve producten hebben geen invloed op deze keramische werkbladen. Omdat keramiek harder is dan metaal, kunnen er ook geen krassen gemaakt worden. Rechtstreeks op het werkblad snijden is dus geen probleem. Een hete pot rechtstreeks van het vuur op het werkblad zetten is bij vele materialen niet mogelijk. Keramische werkbladen zijn zo hittebestendig dat ze meer hitte kunnen verdragen dan een kokende pot. Om dit te bewijzen gaan wij in het extreme en verhitten we het werkblad met een brander tot hij rood wordt. Na afkoeling krijgt het keramische werkblad zijn oorspronkelijke kleur weer terug. Als we nu terug gaan kijken naar waar we zijn begonnen bij de test voor zuur- en vlekbestendigheid, zien we dat al deze producten geen effect hebben gehad op ons werkblad.